zijn in Utrecht bij de jaarbeurs waar we een kijkje nemen op de Bike Motion. Een internationale fietsbeurs waar alle grote en kleine merken uit Europa hun nieuwste eyecatchers tentoonstellen aan het wielerminnende publiek. Zo ook een groot aantal partners van de Nederlandse Loterij Topcompetitie. Wat te denken van Abus dat furoren maakt met de snelle helm op het hoofd van Alejandro Valverde. Maar ook A-Blok Bier was present. Tax met zijn fraaie smarttrainers. Bioracer verantwoordelijk voor alle leiderstruien in de competitie. Maar nieuw in ons portfolio is partner Close the Gap. Bekend van de slimme oplossing Hide My Bell, waarmee een fietscomputer en fietsbel in één zijn gecombineerd. Naast alle producten was er ook een koersorganisator aanwezig en wel Veenendaal-Veenendaal Classic. De alombekende profklassieker met een UCI 1.1 status die de laatste jaren al 3 keer is gewonnen door Dylan Groenewegen. En daar zien we het. Groenewegen wordt perfect afgezet. Komt er als tweede uit de bocht. En dan zit Wippert daar in het wiel. Kan Wippert er nog overheen komen? De man van Roompot. Maar Groenewegen begint. Wippert komt aan het wiel. Komt hij er nog overheen? Nee hoor, Groenewegen is absoluut de sterkste hier in Veenendaal-Veenendaal. En wint dus voor de derde keer Veenendaal-Veenendaal. De koers stond hier om een bijzondere reden. Precies 35 jaar geleden was de eerste editie en dus is er sprake van een jubileumjaar. En daarom pakte de nieuwe voorzitter André Homma stevig uit. Wij hebben deze mogelijkheid gekregen en ook met beide handen aangepakt om onszelf te promoten en onszelf hier neer te zetten. En daarnaast ook wel een echt belangrijk doel is om hier ook partijen en sponsors naar ons toe te trekken en een bekendheid te geven. 2020 met de nieuwe voorzitter André Homma. Ja, en sponsoren vinden is de missie en gelukkig worden de vruchten al geplukt, want Simac zet zijn handtekening onder een mooie overeenkomst voor 2020. En zal de prachtige klassieker dit jaar dus ondersteunen in de ambities om verder te groeien. En dan naar Joop, want Joop Zoetemelk was al te zien op de stand. En de levende legende die al jaren in Frankrijk woont, kwam speciaal hiervoor naar Utrecht om acte de présence te geven ter ere van een bijzondere gelegenheid. En dat legt Joop maar al te graag aan ons uit. Nou, ik ben hier gekomen voor de nieuwe trofee van de klassieke Veenendaal. Veenendaal, dat is een klassieke natuurlijk die ik 35 jaar geleden gewonnen heb als laatste voorbereiding voor het wereldkampioenschap. En dat was 4 dagen voor het wereldkampioenschap in Italië, in Montello. En dat is natuurlijk een hele mooie herinnering gebleven. Want ja, we hadden in Veenendaal een hele goede kwantumploeg op de been gebracht natuurlijk. En alle renners die geselecteerd waren voor dat wereldkampioenschap in Italië, die waren verplicht om daar aan mee te doen. Nou goed, ik had een goede ploeg aanwezig in Veenendaal. En veel renners in de ploegmaat in de kopgroep. Ik ben er toen alleen tussenuit kunnen kruipen. Dus het was gewoonlijk weer natuurlijk. En ik kwam met voorsprong die klassieke Veenendaal. Nou, dat was 4 dagen voor het wereldkampioenschap. Dat is een hele goede herinnering gebleven. En nu is het 35 jaar geleden dat een jubileumtrofee beschikbaar wordt gesteld aan de winnaar van Veenendaal, waar mijn portret op staat. Dat is van carbon gemaakt en dat is een hele mooie trofee. Dus ja, die mag ik hier tentoonstellen. Een bokaal van carbon met de beeltenis van Joop Zoetemelk erop. Carbonkunstenaar Ron van den Bos was uiteraard aanwezig en mag trots zijn op zijn huzarenstukje. Dat is het leuke, daar sta ik ook voor. Ik hou ervan een beetje onderscheidende dingen te doen. Dingen die nog niet gedaan zijn. Dingen die mensen prikkelen en reactie oproepen. Wat is het volgende bijzondere object wat je gaat maken? Ik heb al ideeën. Dit nieuwe project dat brengt ideeën met zich mee. Er zijn heel veel nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen die opengaan. En het gaat erom elkaar wat gunnen. En op die manier kan je hele leuke dingen voor elkaar doen, wat voor elkaar betekenen. En dat is het mooiste wat er is. En zo'n dag als dit, legende Joop Zoetemelk is er. Ja, dat had je niet kunnen bedenken. Erg leuk. Ja, Ron van den Bos denkt al aan nieuwe uitdagingen. Maar eerst moet de handtekening nog op de jubileumbokaal. En dat gebeurt uiteraard onder de deskundige begeleiding van de stem van de koers, Kees Maas. We zullen hem eens even aan het publiek laten zien. Laat hem eens zien. Hij ziet er mooi uit. Pak aan de buis voor de koffie. Urban Offer.
Ja, de handtekening staat erop en de bokaal is nu officieel en gaat naar de winnaar van Veenendaal. Veenendaal Classic 2020, die 9 mei aanstaande wordt verreden en dan weer live te zien is op tv.